Bij de herindelingsverkiezingen in 2018 stond ze nog tweede op de lijst, achter oud-wethouder Joost van Keulen. Toen de VVD niet mee ging doen in het college, werd ze fractievoorzitter. En nu is Ietje Jacobs definitief lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de VVD. Met een positief, liberaal verhaal wil de VVD weer meedoen in het college. Nou, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind, is dat wij in onze gemeente de dingen weer mogelijk maken waar de mensen blij van worden. Dus dat wij de dingen kunnen doen zoals we dat heel graag willen. Een bruisend stadshart, dat we woningen gaan bouwen, dat we de omgeving veilig maken, dat mensen kunnen sporten, al dat soort dingen, dat we daar een beetje meer van kunnen genieten. Allereerst de woningbouw. Volgens ons duurt dat veel te lang. Dat kan absoluut veel sneller. Er zijn plekken genoeg waar bouwplannen zijn, waar bouwgrond gereed is. En als jij en ik er langs gaan, zien we nog niet dat ze druk aan het bouwen zijn. En dat vind ik heel erg jammer en dat moet anders. En dat kan ook anders. Ja, denk je, zie je daar een grotere rol voor de gemeente? Nou, misschien juist niet, want misschien is juist de grote rol van de gemeente dat ze alles willen beheersen en overheersen en dat vertraagt. En dan, de gemeente moet ondernemers vooral hun gang laten gaan. We hebben natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar het bruisend stadscentrum heel erg gemist. Dat geldt voor de horeca, maar dat geldt ook voor de ondernemers. Die ondernemers hebben het ook heel erg zwaar gehad. En wij gunnen ze dat ze nu echt weer kunnen ondernemen. Dus we vinden dat de gemeente dingen mogelijk moet maken, geen dingen moet belemmeren. En daar hoort ook bij dat we heel actief werk maken van de mensen die op dit moment niet aan het werk zijn, dat die wel aan het werk gaan. Want we zien dat ondernemers hun toko haast moeten sluiten, omdat ze geen personeel kunnen vinden, terwijl wij wel een arbeidsmarktreserve hebben, om het zo maar even uit te drukken. Dat kan wat ons betreft niet gebeuren. Is er dan een rol voor de gemeente in om te zorgen voor meer personeel? Nee, niet voor meer personeel, maar wel het activeringsbeleid van de mensen die op dit moment geen werk hebben, om te zeggen van, hey, er is een baan voor je, kom op. Ik heb wel een leuke uitdaging voor je, wil je werken? Mocht de VVD meegaan doen in een college, dan hebben ze nog niet bij voorbaat een kandidaat wethouder klaarstaan. Nee hoor, daar hebben we nog helemaal geen keuze in gemaakt. Op het moment dat dat aanstaande is, gaan we gewoon kijken binnen onze partij wie daar de meest geschikte persoon voor is. En ik weet zeker dat er voldoende geschikte mensen zijn. En dan gaan we gewoon kijken wie het op dat moment gaat doen. Al je Joost van Keulen weer uit de mottenballen? Ach, die kan zich altijd melden. Het was natuurlijk een goed bestuurder, dus wat dat betreft waren we ook trots op de tijd dat Joost in het stadsbestuur zat.